Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. In 2003 ging Amsterdam Televisie op reis. Cameraman Dick van der Geldt bezocht de Niagara watervallen en deelt wat interessante informatie. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Amsterdam Televisie op reis. Amsterdam Televisie is de grens overgegaan van Amerika naar Canada. We zijn hier in Niagara, dat is de plaats. En die is genoemd naar de gelijknamige Niagara waterval. Die ziet u achter mij. Dat is de Horseshoe. Dat is de grootste van de twee. De Amerikaanse val en de Canadese kant heb je de Horseshoe val. Dan komt het water met 500.000 liter per minuut naar beneden. De val is 60 meter hoog. Het is een fantastisch gezicht. En we laten u even wat beelden ervan zien. Je kunt de Niagara waterval op verschillende manieren bekijken. Vanuit een boot, de Meet of the Mist. Van onder de grond, in de grotten. Maar ook vanuit de Skyline toren. En je hebt een fantastisch uitzicht over beide vallen. Achter mij de Horseshoe val. Aan de Canadese kant dus. Horseshoe Falls.
This is the observation deck where you can view. We have to wear a raincoat so we can view the falls from this level. We get wet. And I would love to welcome everybody and the audience of Amsterdam Television. This is wonderful to see. You must come someday to see this in person. This is beautiful. One of the seven wonders of the world. It's great. Een beetje moeilijk te zien, dames en heren, maar dit is de Niagara Falls bij avond. Met een gigantisch licht wordt de horseshoe hier verlicht. Het is verder pikkendonker, het is erg nevelig, maar het is een fantastisch gezicht om hier op 236 meter hoogte dit schouwspel te zien. We zeggen even niks, we laten u even genieten.